maanden. Bijna 28 jaar. Weet ik bij meer van mijn getallen. Na een aantal jaren mochten wij niet meer naast elkaar zitten, maar verder zijn wij redelijk onafscheidelijk geweest die 12 jaar. In de pauze werd al snel duidelijk dat Bart de zoon was van een bak. Bart maakte zijn trommeltje open, er zaten croissantjes in, broodjes, soms een stuk taart, chocola. Bart was en is nooit te beroerd om te delen en hij had al snel veel vrienden. Ik vond hem na een tijdje ook best wel leuk. Van de eerste klas weet ik verder niet heel veel meer. Wat ik wel weet is dat we hier gingen spelen. Steensel was voor ons stadse kinderen natuurlijk een paradijs. We hadden twee paarden en koets. Op maandag kookte Peter, dat was vaak iets minder. Maar we gingen wel met die koets rijden en het was fantastisch. Een hooizolder, het was geweldig. Ook in de stad spelen vond je het fijn. We bouwden boomhutten met Bas en Pepijn. En later, toen we groot waren, haalden we met de oude Tom Kattenkwart uit. Een leuke anekdote uit de tweede klas, die ik nooit zal vergeten, is... mijn ouders gingen scheiden, was ik heel verdrietig. Ik gaf de meester 's morgens een hand. Ik zei, nou, de meester zei, hoe is het? Nou, ik zei, nou, papa en mama gaan scheiden. Ik begon heel hard te huilen. Bart die stond achter me, die zag dat, die nam me mee. En we hadden een wc en daarnaast was een soort van fonteintje. En hij pakte me vast en zei, chef, ik vind het zo erg voor je. Ik zou het nog veel erger vinden als mijn ouders gingen scheiden. Zo was en zo is Bart. Altijd positief. Vijf jaar na onze kennismaking in 1988. Was hem 21, hè? Vijf jaar na onze kennismaking in 1988 kwam ik een tijdje hier logeren. Mijn moeder moest voor 6 weken in het ziekenhuis en ik kreeg steeds van mijn eerste eigen kamer. De kamer die ik voor mijn gevoel pas heb ingeleverd toen we naar het vakantiehuisje gingen, of zoals jullie het noemen, tuinhuis. Iets later had je me overgehaald om steeds te komen voetballen. Zo gezegd, zo gedaan, we gingen samen voetballen. Anders gezegd, jij ging voetballen en ik ging soms mee. Ik vond het nooit erg om op de bank te beginnen en nam dan de bus of de fiets. Ik kwam uit Eindhoven en was meestal iets te lang. Maar elke dinsdag trainen en bijna elke zaterdag voetballen in Steensel. Ja, dat was 2 dagen in de week hier. Ik sliep daar ook, draaide mee met gezin Hoeven, mestte de stal mee uit, kreeg samen met Bart straf omdat Bart weer eens te laat was. En... later werkten we ook samen in de bakkerij, wat niet de vakantiebaantje was, maar wat een soort van fulltime baan was. Hier staat hij, hij had hem ook. Ik snap niet dat wij niet helemaal gek van elkaar werden, maar ik kan eigenlijk weinig ruzies herinneren die wij hadden. Zoveel smoesjes als je nu hebt, had je vroeger ook. Je kwam te laat op school en dan waren de lammetjes geboren, de keer daarna de veulen, daarna de biggetjes, dat was altijd iets. Altijd met een hele grote brede glimlach en fonkelende ogen en je kwam met veel weg. Je moeder wist wel alles. Op een gegeven moment had zij gekookt, een of andere rijst iets en wij vonden het echt heel niet lekker. En we hadden een hele complete broodmaaltijd onder, in mijn kamer, onder mijn bed verstopt, want daar kwam ze dan niet achter. Elisabeth zei niks. Bracht ons naar bed, eerst jou, want dat was de eerste kamer, dan mij. Ze zei, nou jongens, dit neem ik allemaal mee. Dus we namen alles mee, heel de nacht hadden we honger, maar ze hadden alles in de gaten. Wij lagen hier in het huisje en we waren, jij sliep daar, we hadden de fiets al buiten gezet. We gingen zogenaamd vroeg naar bed, want we waren niet lekker. Wij gingen op stap naar de Xenne doen. We kwamen 2:30 thuis, wie zat er? Elisabeth. Een maand ging Xenne doen weer. We waren 15 toen we voor het eerst op vakantie gingen. Met z'n tweeën zonder ouders van Eindhoven fietsten wij naar Den Helder op onze racefiets. Met de trein terug. Vanaf dat jaar zijn we volgens mij elk jaar minimaal 1 keer samen op vakantie gegaan. Na de vrije school ging ik naar het EDAC en jij ging naar Kempenpoort. MAVO ging je doen, met als examenvakken sport en spel, opruimskunde en maatschappijleer. En natuurlijk de verplichte vakken Nederlands en Engels en als keuzevak had je aardrijkskunde. Ik moet je nageven, Bart, dat er ergens zo'n goedkope diploma was, dan had je snel en goed uitgekomen. Ik weet ook niet precies waarom, volgens mij jij ook niet, maar jij ging personeel en organisaties studeren in Utrecht. Ook daar, of eigenlijk in Utrecht niet echt, maar in die tijd hadden we veel. Jij kwam vaak naar Haarlem, waar ik woon en studeerde, en waar je verschillende vrienden ontmoette die hier nu ook aanwezig zijn. Wij of ik kwam wel eens naar Utrecht, waar jij leefde, vooral eigenlijk elk weekend leefde. Had je niet zoveel, de opleiding vond je eigenlijk niet alles, je had niet echt een fijne kamer, je was niet bij een studentenhuis gegaan. Het bleek niet alles te zijn, maar de opleiding vond je schijnbaar zo leuk dat je mijn Eindhoven nog een keer ging.
Dat liep helemaal top. In Eindhoven op Kaas, op de Gasterse straat. Heerlijk. Vanaf het begin af aan was het ook een beetje mijn kamer. En later, toen ik met mijn studie gestopt was, kreeg ik daar mijn kamer, dus woonden we eigenlijk weer samen. Je had een hele goede baas met de huisbaas. Een hele goede band met de huisbaas, meneer Van Os. Je kreeg al snel de echte grote kamer. Of later ook gewoon de huiskamer was. Want daar aten we, daar dronken we. Daar deden we alles. En ja, soms zei ik, ik wil naar bed, jongen. Zeiden we, ja, je leeft nog. Maar dat was de huiskamer. We deden eigenlijk niet veel. We deden een beetje lanterfanten. Zo kwam je die tijd herinneren. En op een gegeven moment was het jou genoeg. Je had serieuze verkering. En jij wilde naar, ja, op jezelf gaan wonen. Volgens mij heb jij vanaf de vijfde klas basisschool serieuze verkering gehad. Maar die tijd wilde jij in ieder geval iets voor jezelf. Het voelde een beetje alsof je ons ging verlaten. Alsof je te groot voor ons geworden was. We woonden daar toch zo gezellig en het was allemaal leuk. Ja, je had serieus werk en het serieuze leven was begonnen. Dat serieuze leven met elke dag naar het werk werd al heel snel een sleurvelbak. Dus hij ging down under. Naar de andere kant van de wereld. Niet gespaard, niks gedaan. Maar wel je IDD duikbrevet gehaald, want jij ging naar dive master worden. Ja, dankzij Edith. Hè? En zo gezegd, zo gedaan, jij werd dive master in Byron Bay aan de andere kant van de wereld, in Australië. Dat bijna niet gespaard, als je geld op was, ging je werken op een megafarm en dan kwam het allemaal weer goed en al snel naar de kust. Je werd daar zelfs verliefd, best wel verliefd eigenlijk. En wij zijn denk ik allemaal heel blij dat dat niks geworden is, want Canada is echt fucking ver weg. Je kwam even bij mij wonen, we woonden weer samen. Dat was snel weer werk, maar je was nog niet uitgereisd. Je kocht je appartement op de Arianestraat, waar je later voor het eerst samen ging wonen met haar. De tweede wereldreis was wel anders. Je ging ook wel een beetje weg met het idee van als ik nu terugkom, moet ik wel serieus gaan beginnen met mijn leven. Je ging naar Argentinië, je verhuurde je appartement goed en deels daarvan betaalde je reis. En ik zou ook komen. Ik had wel gezegd, Bart, ik wil graag komen, maar ik wil niet heel de vakantie praten over toekomstvisies en leven en ik wil gewoon op vakantie. Dat was goed, daar hebben we ook niet over gepraat, 2 weken. Nee. Het was winter, dat had Bart mij niet verteld, maar ik had niet goed gekeken. Het was de andere kant van de wereld, ik kwam eraan, het was koud. Desalniettemin, in 11 dagen hadden we 4 landen bezocht en een fantastische tijd gehad. Toen je terugkwam, wist je dat het nu wel de tijd was om iets op te gaan bouwen. Je had ook je zin opgezet en het was geen verrassing voor mij, misschien voor ons. Maar toen je verkering kreeg en meteen bloedserieus was. Jullie woonden vanaf dag 1 soort van samen, later officieel in de Arianestraat. Jullie kochten jullie huis, jullie kregen jullie zoon en vandaag hebben jullie het bezegeld met een huwelijk. Ik denk dat jullie heel goed bij elkaar passen. Jullie vullen elkaar fantastisch aan, zijn lief, zorgzaam voor elkaar, willen het beste uit elkaar naar boven halen, uit jullie relatie en uit jullie nieuwe huwelijk. En Ellen blijft vooral af en toe op die rem trappen, want het leven gaat al heel snel met elkaar. Als laatste, Bart, wil ik nog een wens uitspreken. Ik heb gebeld met de Vrije School Brabant. De regenboog. Romein en Lola, Vrije School. Als ze in groep 8 zitten, dat is over 11 jaar, dan kunnen we samen kamp doen. Ik heb ons ingeschreven als klassenouder. Dan doen wij samen Lovendalen. Biologische boerderij. 1 week lang. Jij mag niet mee, Ellen. Dat is alleen maar.